a new home for a while. Let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A new man passing by. Life is good, best I've ever felt. En het is heel lekker rustig hier, behalve de vliegtuigen. Ja, het is vlakbij Alicante dus. Goedemorgen. Dat was het afscheid op het kartonnen huis. Ja, niet voor lang, want we komen zeker terug. Ja. Ik moet even goed kijken. Ja, doe jij dat maar. Of er wat aankomt, zo te zien wel, maar die wachten maar. We hebben heerlijk geslapen. Zeker. Je hebt afgelopen nacht trouwens ook niet zo gesneden. Oh. Dus ja. Nou, en nu op weg naar Hortensia en Sjaak. Ja, Hortensia en Sjaak. In Santomera. Ja, ik ben even de campernaam kwijt. Ja, die is belangrijk. Campernaam, camperplaats is kwijt. Ja, maar zetten we er wel onder? Ja, daar zetten we er zeker onder. En we zullen het ook nog een paar keer noemen, want we blijven er 4 nachtjes sowieso. Maar misschien wel langer als het kan en mag en het leuk is. En, want we zitten vlakbij Murcia en Santomera. Ja, zo'n 20 kilometer. Ja. We hebben toch wel 4 mooie dagen gehad eigenlijk. Ik laat haar nog even met fietsen gaan. Eens even kijken, omgeving. We staan onze stoelen nog even, lekker in het zonnetje. Vandaag 23 graden. Prima uit te houden. Daar tegenover is het sanitair blokje. 1 douche, 1 toilet, wasmachine, drogen. En dat is ons uitzicht. Morgen gaan we weer verder. Vandaar dat Ono de fietsen nu in de garage zet. Camper nog steeds niet gewassen. Ja. Gisteren nog een fietstochtje hier gemaakt. Even de andere kant open. Hey, hallo. Hey, hallo. Even kijken, de tafel zit goed. Dat is zo. Nou, dat zijn de fietsen. Staan erin. Yep. Hey, goedemorgen Orno. Goedemorgen Ineke. Wat ga je doen? Ik ga de straling weer opruimen. Want we gaan weer verder. Dus ja, dan moet hij weer ingepakt worden. En aangezien wij nog de doos hebben en niet de koffer, sponsoring aanbevolen. En die is een beetje aan de prijs. Ja. Maar dan moet de Starlink wel weer terug in de doos. Ja. En dan gaat hij straks weer achterin de garage. Maar dat is nogal een, ja, nou een werkje. Ja, ja. Voor een pensionada. Is dat nog... 5 minuten werk. Ja, en we hebben al, of ik, hebben al de bedden weer opgemaakt. Achter is het alweer reis klaar. Maar de straling moet nog even opgeruimd worden. Ja. Oh, het is al bijna klaar, zie ik. Ik ben alweer bijna klaar. Het is even een... Je hebt al water gevuld. Water gevuld. Je moet alleen nog even aankleden. Ik moet nog aankleden. Want zo maak ik het niet mee. Nou, het kan wel, maar
Ja, dat zou ik niet even kunnen. Oké, nou dat was... Want dit is weer een uurtje rijden, dus naar de volgende plek. Ik ga de Stadik in de garage zetten. Oké. Nogmaals, goedemorgen. Goedemorgen, Ineke. Nou, dat was wel weer even wat, hè? Met die vrachtwagen. Ja, er was even een onderrondje tussen een camper en een vrachtwagen. Maar het is met getoeter opgelost, dus. En we hebben snelwegen uitgezet. Ja, dus we gaan lekker binnen door. Ja, mooi hoor. Zien we nog eens wat, hè? Ja, inderdaad, ja. Anders was het allemaal wel... hoe zal ik het zeggen? Snelweg. Snelweg, saai. Maar het is een mooie omgeving hier. Alle sinaasappelbomen staan nog in bloei. Bloei, noem je dat zo? Ik weet niet waarom. Nee, er zitten nog sinaasappels aan. Ik zie geen bloemen, dus het staat niet in bloei. Nee. Dus ik weet niet hoe je dat noemt. Nee. Nou, met vrucht. Nou, misschien weet iemand het die de vlog bekijkt. Ja, hoe je dat noemt, dus een plant zijn vrucht dragen. Zet maar even hieronder in comments. Ja. Nou. Oh ja, en we zouden het leuk vinden als je onze vlog leuk vindt natuurlijk om even een duimpje te geven. En abonneren is ook heel erg... Kost niks allemaal. Kost niks, wordt zeer gewaardeerd. Oké. Nou, het is mooi weer vandaag. Zeker. Maar wordt het een graad of 24? Nou, dat kan ik wel gebruiken. Zeker vitamine D op de weer. Ja, oh kijk eens wat een mooie. Ah, gisteren was het trouwens ook mooier dan. Ja. Goedemiddag. Dag Ineke. Waar ga je naartoe? Ik ga lekker lunchen. Ga je lekker lunchen? Weet je al waar? Daar. In het dorpje ergens. Ja. Ja. We lopen zo richting de kerkje en dan zien we het wel, hè? Ja, 600 meter of zo. Ja, Salinas zijn we nu. Ja. Het is heel warm. Ja, het is nu al warm, hè? Ja. Geen horloge. Nee, ik ook niet. Ik weet ook niet hoe laat het is. Ik heb een flauw idee. Volgens mij iets van 1:30, denk ik zo. Ja. Ja, we staan, we staan daar op de camperplaats. Ja. Camperpark Vista Montaña. In Salinas. Camperplaats waar je in de wintertijd geen stroom hebt. Nee, alleen zomers. Alleen zomers. Dat is wel grappig hoor. Wat is grappig, Ineke? We doen het extra slot op de deur van de camper. En we laten het dakluik open. Ja. Nou ja, maar daar moeten ze dan echt in klimmen natuurlijk, hè. Maar dat heb ik inderdaad open gedaan, want het is een beetje te warm in de camper. Dus wij hebben geen stroom. Maar we hebben natuurlijk stroom door onze zonnepanelen en onze lithiumaccu. Alleen hebben wij gisteren een beetje te veel verbruikt. Ja, door de Starlink. Door de Starlink met name en doordat wij de omvormer altijd nog aan laten staan. En dat moeten we ook niet doen, want dat kost stroom. En dus stroom wat je eigenlijk niet nodig hebt, want de omvormer hebben we nu niet nodig. Dus waarom zou je hem aan hebben staan? Ja, dus ik heb hem uit. Het was toch 2,6 ampère of zo wat hij gebruikte. En dan heb ik niet heel lang gekeken, maar even heel snel. Dus die hoeft niet aan. En wat zit jij weer te draaien met je vinger? Wil je mij om je vinger winden of zo? Dat heb ik toch al gedaan. Oh ja, dit heb je al gedaan. We breien een eind aan, dat bedoel je eigenlijk, hè? Ja. Ja, want dat wordt te lang. Ja. Maar dat kunnen we ook knippen. Maar we gaan daar naar die kerkjes ergens, zo'n beetje daar. Dan moeten we ergens een leuk restaurantje zijn. Dan gaan we lunchen. Eerst binnen trouwens. Maar we op de stoep lopen. Ja, het wordt op de stoep gelopen. Dus misschien in Spanje net zo handig als in Nederland. Kijk, nou heb je talking, Ineke. We komen op het centrum, bij het pleintje. We kunnen in ieder geval, ik zie al een pinautomaat. Dus we kunnen al even pinnen. Dat kost in Spanje, vreemd genoeg, soms best wel wat geld. Er zitten ook best wel wat kosten aan verbonden. Ik zie hier, sorry, geen restaurantje. Dat weer niet dan, maar we kunnen wel pinnen. Dat gaan we dan maar eerst even doen. En dan zetten we de telefoon maar even aan om te kijken waar een restaurantje is. Maar een leuk pleintje. Klein maar fijn. In het centrum van Salinas.
het kerkje. Dag Ineke. Hey, hallo Onno. En wie nog? Een restaurantje gevonden. Toch een restaurantje gevonden. Kan je niet of ik het even in beeld kan krijgen? Sa Byron Resto Bar. We hebben net besteld. We zitten buiten. Ja. Spanjaarden die denken dat we gek zijn. Ja, waarschijnlijk wel. Alleen jij wou niet in het zonnetje zitten. Nee. Maar goed, dit is een prima plekje. Vlak naast de prullenbak. Als je moet overgeven dan. Wat heb je besteld eigenlijk? Bacalao. 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 Is dat nou Spaans of Portugees gerecht? Geen idee. Gaan we uitzoeken. Ja. En misschien weet iemand het die naar de vlog kijkt. Ja. Of moet het dan even onder de vlog in de comments zetten, ja. Ja. Is het een Spaans of is het een typisch Portugees gerecht? Bacalao. Het is in ieder geval met vis. Ja. Daarom zit ik ook aan de witte wijn. Daarom zit jij aan de witte wijn. Onno zit aan de Vino Tinto, niet de Vino Rojo, want Rojo is wel rood, maar je zegt van wijn, zeg je Tinto. En wat heb ik besteld? Ja, dat duurt te lang, lamskoteletjes. Ik kon er even die op. Ik kon er niet op komen, nee. Lamskoteletjes. Dus we gaan zien hoe lekker dat allemaal is. Ja. Ik denk dat het lekker is. Ik hoop het. Simpel, maar lekker. En we zitten hier prima. En kijk eens even naar de lucht. En kijk eens even naar de lucht. Strak blauw, azuurblauw. Maar ja, het is ook 23 graden op dit moment, dus wat wil je nog meer? De accu is lekker aan het opladen, denk ik. Het was 75% toen ik de laatste keer naar keek. Dus dat gaat goed. Ik zie wel hoe ver we komen. Oké, eet smakelijk. Eet smakelijk. Zo Onno, jij hebt je bordje met, hoe heeten die dingen nou? Eten. Koteletjes. Ben je nou alweer kwijt? Ja, ik ben het alweer kwijt. Lamskoteletjes. Oh, lamskoteletjes. Maar wel zout, hè? Ja, een beetje. Maar er liggen ook echt zoutkorrels op, dan denk je van nou. De zeezout, schat. Ja. Dat zijn toch zoutkorrels? Ja. Ah, dat zijn geen peperkorrels. Oké. Nou, de groenten moet je hier niet in verslikken. Maar dat is Spaans voor volgens vier, mij. Vier courgettes schrijven of zo. Vier wel? Vier. Ja, ik heb er al twee op. Dit wordt nummer drie. Oké, nou. Maar het is erg lekker. Ja. Echt nou, warm. Heerlijk toch? Ja. En nog even op mijn eten wachten. Ja, dat was iets later. Quattro. Dat we meneer Del Dia hadden kunnen bestellen. Ja, volgende keer. Zo, heb je lekker gegeten hoor nou? Ik heb heerlijk gegeten. En gedronken? En de wijn is lekker. En wat hebben we nu voor ons neus staan? Nou, ik dacht dat jij dat wel lekker zou vinden. Cheesecake. Cheesecake. Hoe noem je dat in Spaans? Queso. Iets met queso. Oh, oké. Okay. Ja, dat lusten wij wel. En dan nemen we daarna nog een kopje. Espresso. Espresso. Si. Oké, we gaan nu ons toetje eten. We gaan nu ons toetje eten. Nou, ik ben nog aan de wijn. Ja, dat moet jij weten. Ja, dus die gaat... Net geluncht. Dat hebben we... Daar gedaan. Daar staat de zon en hij brandt lekker. Het is verschrikkelijk lekker weer. Dat is trouwens ook wel een leuk uitzicht met een berg zo op de achtergrond. We gaan nu naar een klein supermarktje. Ineke is alvast overgestoken. En we gaan een klein supermarktje opzoeken. We kopen in ieder geval één flesje wijn. Ja. Misschien wel twee. Misschien wel twee. Zeg maar nee, dan krijg je twee. Kan je Nazareth? Nazarin. Oh, Nazarin. Dus we gaan even boodschappen doen. Misschien nog wat lekkers voorbij het wijntje. Vanavond hoeven we niet meer te eten. Dat hebben we gedaan. Het was erg lekker. Beetje zout, maar wel lekker. En morgen weer zo'n dag. Het is heel erg, maar we kunnen er ook niks aan doen. Nee, dat is zo. We moeten er maar mee leren leven. Ja, het is verschrikkelijk eigenlijk. Eigenlijk moeten we terug naar Nederland. Eigenlijk wel, maar we doen het niet. Nee. Later. Nou, we zijn weer bijna terug op de camperplaats. We hebben veel buren gekregen, zie ik. Nou, die stonden er trouwens al. Die Concorde ook. En daarna zijn ook nog meer nieuwe mensen gekomen. Het loopt zo langzamerhand gewoon weer vol.
Maar we blijven hier nog even. Afhankelijk van de stroom, maar ik denk dat dat wel gaat lukken tot maandag. We gaan het zien. Kijken of we nog... morgen gaan we, hebben we ook beloofd, onszelf beloofd, gaan we weer lunchen. Toch? Ja, zeker. Zeker. Dan gaan we weer lunchen. En dan nemen we niet het dichtstbijzijnde, maar het op één na dichtstbijzijnde. En zo gaan we steeds een stapje verder. Gaan we op de fiets? Nee, niet op de fiets. Dan moet je de rotdingen weer meenemen. Nee, gaan we niet op de fiets. We gaan gewoon lopen. Dat is goed voor je lijf. Ja, we zijn er bijna. Dus we gaan gezellig buiten zitten. Kijken of we nog ergens een wijntje kunnen scoren. En anders wordt het frisje. Toch niks mis mee.